daar is het circuit van Zandvoort waar morgen de Formule 1 gaat racen. En ik natuurlijk naar binnen ga sneaken zonder tickets. Het is een van de grootste en bijzonderste events die ooit in Nederland wordt gehouden. Want de Formule 1 is al sinds 36 jaar niet in Nederland geweest. Dat kon ik natuurlijk niet missen. Tickets worden voor meer dan 1000 euro per stuk doorverkocht. Dat gaan we dus even niet doen. Dus wij moesten op een andere manier binnen zien te komen. Oké, de kwalificatierace waar we naar binnen gaan sneaken is morgen. Vandaag rijden de coureurs al een oefenronde om het circuit te testen. Dus nu is de beste tijd om een master sneaking plan te verzinnen. Ik liep een rondje om het circuit heen om te kijken of er plekken waren waar ik morgen naar binnen zou kunnen sneaken. Alleen er waren een aantal probleempjes. Overal om het circuit heen waren hekken met prikkeldraad. Er zijn zelfs warmtedrones die in de gaten houden of er geen mensen over het hek heen klimmen en verstoppen in de struiken. En natuurlijk heel veel beveiliging. Ik wist even niet meer hoe ik binnen zou moeten komen totdat de groep van de Daryl Gang naar ons toe kwam. Zijn jullie hier net geweest? Ja. Het is moeilijk om binnen te komen. Heel goed beveiligd, ja man. Je moet gewoon een blikje pakken, want als je een blikje inruilt, krijg je een muntje. Dus ja? Als je nu zegt van, oh, ik heb een blikje, mag je alsjeblieft even inruilen nog snel, ik ben zo terug. Ja? Gewoon een beetje rennend aankomen van, oh, gast, kan ik nog heel even snel, want dat muntje, dat is een soort korting van statiegeld. Help je wel, ja? Ook al hadden hun tickets, wilden ze mij alsnog helpen om binnen zien te komen. Vandaag was niet eens de bedoeling om naar binnen te gaan, alhoewel proberen kan natuurlijk geen kwaad. Binnen. Maar zijn we nu gewoon al binnen? Ja, nu ben je binnen. Holy shit, man. En daar waren we. Een dag voor de kwalificatie waren we al binnengekomen. We zijn nu dus binnengekomen door gewoon letterlijk de uitgang in te lopen. Ja, we liepen allemaal mensen naar buiten. Ja. Wij lopen gewoon hartstikke de deur heen naar binnen. Ik weet niet of er een beveiliger achter me aan zit of niet, want we worden wel geroepen. En toen kregen we een belletje. Die zegt, kijk, luister, toen de camera liep, keek ze gewoon letterlijk in mijn aan. Dus toen gaf ze door via een microfoontje. Toen hield hij me aan, maar jullie liepen toen door. Hij zag het toen wel, maar hij deed toen niks. Het was te riskant om te blijven, dus we gingen weer weg na een aantal shots in het reuzenrad opgenomen te hebben. Blijven weg de balletje. Vandaag was het zo makkelijk omdat iedereen al wegging van het terrein, want de dag was afgelopen. Maar morgen zijn we er vroeg in de ochtend aan het begin van de dag en dan gaat iedereen juist naar binnen en staat er extra beveiliging. Oké, ik ben dus gisteren wezen kijken naar ingangen waar ik vandaag eventueel naar binnen zou kunnen. Alleen, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Wat wil je als eerst horen? Doe maar het goede nieuws. Het goede nieuws is dat het me gelukt is om gisteren al naar binnen te komen. Door gewoon naar binnen te lopen terwijl andere mensen naar buiten gingen. Vind ik wel knap. Oké, wat is het slechte nieuws dan? En het slechte nieuws is dat de enige optie de hoofdingang is. En daar staat fucking veel beveiliging. Maar waarom de hoofdingang alleen dan? Omdat letterlijk dat de enige ingang is die ze daar hebben bijna. Maar ik heb een masterplan bedacht en daarvoor hebben we één dingetje nodig. Een AirTag. Ik zag dit uit een video van Eric, Esser naar mijn guy. Hij kocht een Apple AirTag en veranderde de naam van de AirTag naar mijn iPhone. Toen gooide hij hem over het hek heen en vroeg hij of hij zijn iPhone mocht terugzoeken. En daardoor was hij heel simpel gewoon binnengekomen. En wat ik dus in gedachten had... Dané, jij hebt wel een kaartje voor vandaag voor de race? Ik voor de duidelijkheid niet. Ik heb geen ticket. Ik geef jou de Apple AirTag mee. Jij loopt daarmee naar binnen. Ja, dat is echt slim. Ik verander de naam van de AirTag naar iPhone van Daryl 2. En ik ren naar de ingang en doe heel chaotisch of ik mijn telefoon ben kwijtgeraakt. Terwijl ik wat voor mijn werk wilde gaan halen buiten het terrein. En dan ren ik naar binnen om te vragen of ik mijn telefoon mag zoeken. Want zoek mijn iPhone geeft dus aan dat mijn telefoon daar binnen ligt. En al zeggen ze dan bij de ingang laat je ticket zien, dan heb ik hier een gefotoshopte ticket in de hoop van zegen dat ze die dan niet gaan scannen, zodat ik gewoon heel chaotisch kan doorlopen. Hopelijk is de beveiliging niet super oplettend. Ik heb de naam van de AirTag veranderd naar iPhone van Daryl Werk en alles wat we nu nog moesten doen is inbreken. We zijn nu aangekomen op Zandvoort station. Vind je het spannend? Nou, ik niet, maar jij wel misschien. Dat gaat heel lastig worden, want het staat overal beveiliging. Ik vind het wel spannend. Oké, ik ga dus straks gewoon naar binnen en dan bel je mij gewoon. Ja. De tag heb ik hier in mijn zak. Het is veel beveiliging hier, hè? Ja, gaat oppakken. Om de seconde rijdt er wel politie langs. Ja. Als het de eerste keer niet lukt, dan hebben we altijd nog de fans van gisteren en zo naar de Daryl Gang, die ons gaan helpen om op een andere manier binnen proberen te komen. Er staat overal beveiliging. Zou ik gewoon gaan? Ja, ga maar dan, denk ik. Terwijl ik bleef wachten bij de ingang, ging Dané naar binnen met de AirTag. Hi. Checken. Ja. Ja. Dank je wel. Hi. Bedankt. Oké, Dané is volgens mij nu binnen. Logisch, want ze heeft gewoon een ticket, dus haar lukt het gewoon.
Yo, Danee. Hoi. Hoe verzand je coronatest? Ja, dat is het eerste poortje waar je doorheen moet. Dan gelijk daarna, een meter daarna, is het kaartje. Dan hou ik die denk ik gewoon op zak en dan hou ik die gewoon in mijn hand denk ik. En dan ren ik gewoon en dan zeg ik gewoon, kijk, mijn iPhone ligt daar nog. Ja, ik weet niet, ze scannen hem wel echt. Maar ik hoop dat ze dan, als je zeg maar je smoes gebruikt, dat ze dat niet doen. Oh, ze scannen hem wel echt? Ja. Oei. Spannend jongens. Waarom moet ik ook weer dit van dit soort video's maken? Ik ben echt even moed aan het verzamelen jongens. Ik vind het best spannend. Oké, let's go. Hey, ik was net al binnen, maar ik ben mijn telefoon ergens kwijtgeraakt. Zou ik die nog snel kunnen pakken daar? Mijn werktelefoon. Je hebt hier gewerkt. Nee, ik ben gewoon al binnen geweest, maar ik moet... Ja, maar als je naar buiten bent gegaan, mag ik je niet meer binnen laten. Echt niet? Nee, want je ticket kan niet twee keer gescand worden. Oh, zou ik het wel kunnen proberen? Want ik heb wel hier gewoon de ticket, zeg maar. Ja, maar je bent al binnen geweest, ja? En toen ben je weer naar buiten gegaan. Ja. En niemand heeft tegen je gezegd dat je dan niet meer naar binnen mag? Nee. Nee, als je helemaal buiten bent geweest, mag je niet meer naar binnen. Kan ik het niet vragen aan iemand daar? Er is best iemand van jou. Als het dan? Ik wacht nu dus al best wel lang. En ik weet niet zo goed of ik beter kan gaan een rondje lopen. Maar ik weet echt niet of het gaat lukken. Er staat hier bij mijn shirt, mijn iPhone. Nee, ja, dan mag jij niet binnen laten. Niet? Maar ik heb wel gewoon een ticket. Hoe laat ben je binnengekomen? Ik denk een uurtje geleden of zo. Ik moest snel wat ophalen voor mijn werk. Ik maak filmreportages en ik moest snel een camera op. Ze wilde überhaupt niet eens mijn fake ticket scannen. Maar toen nam ze me apart. Oké, dus hoe laat ben jij binnengekomen? Rond een uurtje geleden, ja. Maar ik moest even snel wat ophalen. Is het tegen jou gezegd dat je niet meer naar buiten komt? Niks op voor. Oké, dat is echt een uitzondering, maar dan mag je erin lopen omdat je er verder bent. Ja, top, dankjewel. Ja, hij is door die mevrouw gescand, maar... Oh ja, is goed. Heb je zo'n muntje gehad? Oh nee, top. Dankjewel. Kom eens in. Hoi. Volgens mij is het gelukt, jongens. Holy. Oh, tassencontrole. Kan ik een punch? Ik loop nu naar binnen, jongens. Oké, ik ben nu gewoon op het plein, jongens. Volgens mij ben ik er. Ze zeiden, ja, ik maak een uitzondering voor jou. En ze scannen mijn ticket niet eens, holy. Even kijken waar Danee zit. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Oh, ik zie er, ik zie er. ik zie hem, what the fuck. Loopt hij alleen? What the fuck? Oh, deze is zo goed, jongens. Is het gelukt? Ja? ik ben er, we zijn er, let's go. Oh my god, ik was echt even aan het twijfelen. Ja, het duurde zo lang, hè? Oh my god, what the fuck? En liet je ook echt zien ze vanuit hier? Ja, ik liet gewoon mijn iPhone even zien van Find My iPhone. Toen zei ik, hij is hier. Maar nu heb je geen gratis muntje. Jawel. Oh, wel. Ik heb die ook gewoon gekregen. Wat toen zei die vrouw, is je ticket al gescand? Zei ik ja, door die mevrouw. Zegt ze, oh, heb je al een muntje? Ik zei zo, nee. Heb je gewoon gepeld dat ze wel gescand had? Ja. Ik ga heel stuk. Voor de andere mensen die deze truc nog willen gebruiken, koop een Apple AirTag en zeg dat je telefoon kwijt bent geraakt en dat die hier ergens binnen ligt. Want een AirTag is 10 keer zo goedkoop als dit kaartje. En nu dat we binnen waren, was het tijd om te genieten. Alleen moesten we nog een paar vrijstaande stoeltjes vinden. Er is nog plek voor mij. Final corner as Verstappen continues on his way. Hier komt Max. Hij heeft nu alweer de snelste tijd gepakt, toch? Ja. What the fuck? Goes seventh fastest. Verstappen's going quicker through that middle sector. Roar of approval from the fans. Come on! Hij gaat af op wederom een verbetering. Oh! Does Verstappen's on pole? Ja! De race is afgelopen en Max Verstappen heeft de snelste ronde gereden. Wat betekent dat hij morgen als eerste van start mag gaan. Sorry Formule 1, maar we hebben het systeem weer gefinest. Vergeet zeker niet te abonneren als je nog voor de 200.000 abonnees lid wil zijn van de Daryl Gang. En dan zeg ik voor nu, als je iets kan dromen, kan je het bereiken. Bedankt voor het kijken. Later.